Hallo mensen en welkom terug bij weer een nieuwe map van een kijkeraflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin, het is vandaag weer die ene zondag in de week waarop ik jullie maps ga spelen. En ja, ik heb er weer onwijs veel zin in, ik hoop jullie ook. En we gaan gewoon gelijk beginnen met het allereerste mapje, kijk eens aan. Daar staan we, op een hele mooie diamanten toren. Ik moet wel toegeven dat ik even naar boven moest vliegen, want ja, ik begon er ergens naast. En ik dacht van, what the fuck is dit nou weer? Maar gelukkig ben ik hier gekomen. En dan staat er, welkom, Just Melvin. Er staat één opdracht te wachten. Zoek de doorweg naar beneden. Probeer maar te cheaten, lukt niet, hè? Met cheaten bedoel ik fly, geen game mode C. Duidelijk, echt waar. Ja, je spelling is op en top. Ik heb geen idee. Ik moest hier al omhoog vliegen, want cheaten is wel mogelijk wanneer jij naar land gaat. Dus ja, dat heb ik gedaan. Maar laten we maar gewoon beginnen met hier naar beneden te vallen en... Wat? Onzichtbaar doel. Oké, we hebben een onzichtbaar doel. Dit is voor mij echt het moeilijkste doel of ooit. Serieus? Dit is het moeilijkste doel of ooit, joh. Oké, zoek de chest. Maar er zijn ook trapchesten. Kijk uit. Wat? Waar moet ik de chest zoeken dan? Huh? Moeten wij hier ergens in deze wereld gaan survivalen en kijken of wij een chest kunnen vinden? En dan gaat het ook nog regenen hoor. Oh mijn god, en van die kut. Nee, alsjeblieft, daar heb ik nu geen tijd voor. Nee, ik wil niet dood. Ik ben nog zo jong. Weet je, ik gooi er wel gewoon een boek in en ik ga kijken wat er gebeurt. Waar moeten wij hier ooit een chest vinden, joh? Moment. Nou, terwijl de skeleton en de zombie in de fik staan, zit ik in game mode 1 en heb ik een boek. Dus we gooien daar een boek in en dan krijgen we seks. Jongeman, jij bent echt de volwassenste ooit waarvan ik een map heb gekregen. Echt waar. What the fuck? Ik weet ook niet wat ik hierop moet zeggen. Hoe oud ben je als je zo'n map maakt? Je denkt van, hé, het is stoer als ik een hopper plaats. En dat gaat iets activeren en dan wordt er seks gezegd. En dan moet ik ook nog geteleporteerd worden wat niet werkt. Nou, oké, nu zijn we geteleporteerd. Bedankt voor het spelen van mijn map. Het was een korte map, maar wel leuk. Like, Just Melvin, Vito, PS, wil je ver... Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij als je... Wat? Zulke spelling. Ik verwacht niet dat je ouder dan 10 bent. En dan heb je al gelijk iets met seks. Ik ga niet een cijfer geven. Dit is de vaagste map die ik... in tijden heb gehad. We gaan wel naar de tweede map. Ik hoop dat dat wat beter is. What the fuck. En toen waren wij inderdaad aangekomen bij de tweede map. Jawel, wij staan hier in een heel mooi endhuisje. En ik hoop dat deze map wat beter gaat zijn dan dat eerste ding wat we net hadden. Hoi Melvin, bedankt dat jij mijn map speelt. Geen blokken plaatsen. Wel als het er staat, dat waren de regels en volg de pijlen. Creative clouds of geen blokken breken. Hashtag altijd Melvin. PS, alleen deze map is voor jou en geprobeerd. Creative is voor als je doodvalt. Helemaal mooi. Jump hierin. Let's do it. Oké, we gaan naar de end. Knip de wol. Oh, we mogen zo de schaar pakken. Dat werkt goed. Godsamme. Nou, laten we dan nu maar knippen. Ja, het werkt. Kijk, we knippen de wol. Ook al krijg ik de wol niet, komt dat ik in game mode 1 zit. Maar, hé, we knippen de wol wel netjes, hè. Dit vind ik, doe het wel goed, jongens. Ik doe het wel goed. Ik moet misschien niet in game mode, maar omdat ik waarschijnlijk straks parcours krijg, ga ik toch lekker dit doen. Ja, gewoon lekker mijn eigen regeltjes maken. Ook al is dat niet altijd even leuk voor mij. En, what the fuck? Waar gaan we... Yo, oh! Ga in de lift, maar vind cijfers op de signs. Oh, wat? Oké, we moeten de cijfers vinden. 5, we hebben 5. Onthouden jongens, met z'n allen. 5, wat hebben we nog meer? Of zit ook nog aan de andere kant signs? Nee, alleen aan die kant. Hoe hoog is dit ooit? Onthoud de cijfers. Ik heb maar 1 cijfer gekregen! Wow, wat? Oké, we moeten daar springen. Oké, nou, we onthouden nummer 5 dan maar. En wat is dit dan? Oké, dit gaat zeker rennen worden, let op. Holy shit! Dit is altijd zo leuk, hè? Wow! Wow! Wow, 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 melk. Geef mij melk. Melk is goed voor elk, maar niet voor Henk, want die eet tank. Of zoiets, ik weet niet. Het is wel zo gezegd, hè? Maar ik weet niet hoe die gaat. Oké, drink wat melk. Heb ik gedaan. What the fuck, joh. Oh, oh mijn god!
Wow, we moeten hier naar beneden toe of zo? Oh, jeetje, wat de heck. Ik weet niet of ik het goed doe, maar dit is echt... Wacht, ik moet wel even eerlijk halen, hé. Zie, we moeten wel eerlijk hier om het hoekje springen, kijk. Maar is dit de bedoeling dat hier weer terug ingaan? Ik heb nummer 5 onthouden en ik hoef niet de fucking aftiteling van Minecraft te zien. Nee, dank je. Oké, we zijn nu hier buiten. Wat is nu de bedoeling? Bedankt van het spelen. Geef het een cijfer. 1 tot en met 10. YouTube kanaal Vogelspower. Doei Melvin. Je gaat er nu niet menen dat dit echt het... Ook gewoon het bordje, geef het een cijfer. Wat wil je dat ik voor cijfer geef als de map zo kort is? En als er helemaal geen ene spanning is? Ik waardeer iedere map evenveel, maar ik heb gewoon niet veel gezien. En dan vind ik het ook dom om een cijfer te geven. Oké, ik ga nog 1 keer naar de end, want ik heb het gevoel dat ik echt heel veel mis. Dit is het dus serieus, ja. Ik ben hier weer in de end en er is gewoon niet meer. Dat vind ik heel jammer, want weet je wat het nou is? Ik waardeer het echt dat je een map stuurt en dat je een map maakt, dat je er tijd in steekt. Maar steek er dan net wat meer tijd in, dat er ook gewoon nog een beetje een avontuur is, dat ik iets moet volgen of gewoon parcours en niet een paal, lava en water en... Ik weet het niet. Ik is gewoon het net niet en dat vind ik jammer en daarom geef ik ook gewoon geen cijfer en het gaat gewoon een beetje uit principe, want ja, het is gewoon veel te kort dat ik echt een goede beoordeling kan geven op wat je nou wel en niet in petto hebt. Hetzelfde geldt ook voor de eerste map die ik deze aflevering heb gedaan. En ik laat het er gewoon in om te laten zien van kijk, zulke maps zitten er ook tussen. En ik waardeer dat je het hebt gestuurd, dus ik laat het ook in de video. Maar cijfers ga ik hierop niet geven. Het spijt me zeer. We gaan gewoon nu naar de derde map toe en dan hopen we dat dat wel echt gewoon ook een cijfer kan krijgen. Ja. En toen waren wij aangekomen bij alweer de derde map van deze aflevering. Ik hoop dat deze map net wat meer in petto gaat hebben dan de voorgaande twee mappen, want dat was het gewoon steeds net niet. Laten we maar gewoon eens de signs lezen. Hoi Melvin, leuk dat je mijn map speelt. Dit is een parcours-adventure map. Geen blokken plaatsen en breken. Spel een survival. Hashtag veel plezier. Druk op de knop om te beginnen. Damn, we hebben gelijk al een leuk iets. Er komt nu een stuk parcours. Succes. Oké, dit is gelijk al meer uitdagend dan dat we tot nu toe hebben gehad. Daar ben ik blij om. Vind ik fijn en... We gaan het ook gewoon proberen foutloos te halen, want dat verdient deze map wel. Want echt waar, de voorgaande twee mappen waren raar! Oeh, wacht, ik had het misschien nog wel kunnen halen ook. We moeten voor mij in het water daar springen. Zie je dat water? Daar, plons. Awesome, we gaan weer verder. Here we go, let's do this. Wij gaan dit even jammer. Maar we gaan het even fixen, jongens. En ik denk dat deze map wel een cijfer kan gaan krijgen. Want tot nu toe hebben we voor mij al meer gesprongen dan dat we in de voorgaande twee mappen samen hebben gedaan. Dus ja. Oh mijn god, ik vind het echt grappig aan de ene kant dat het zulke twee mappen zijn begonnen. Echt. Nou ja, waarom haal ik deze sprong niet? Omdat ik niet ren. En waarom ren ik niet? Weet ik niet. En godsamme Melvin, ik moet soms echt mijn parcours skills verbeteren hoor. En ik ren niet. Waarom ren ik niet? Ik ben echt dom. Ja, kijk. Ja, kom op Melvin. Nu moet je het echt doen. Nu, je ging net lekker. Ik zei je ging net lekker, dan moet je het ook goed doen. Ja, oké, nu hebben we dit domme parcours. Dit is echt zo hinderlijk. Gelukkig is het niet heel lang. Oké, daar ben ik blij om. En dit gaat niet soepel. Ik zit nog helemaal in mijn hoofd met die twee parcours dingen hiervoor, weet je. Wat we hiervoor hebben gehad, dat zit nog in mijn hoofd. Dus ja, we doen in ieder geval dit. Waar moeten we heen? Oh, daarheen. Ik zie hem. Oké, awesome slime jump. Heerlijk. Oké, waar zijn we nu? Melvin, loop door de deur, dan door de gang en dan door de deur. Je moet de pressure plate lopen. Doe dat vaak, je gaat een mobs vechten. Er zit een knop verstopt in een van die vindt die. Maar dat mag alleen als de dood zijn. Gebruik die knop om via de deur weg te komen. Succes! Pak dit en gebruik het goed. Melvin's harnas. Melvin's... Puntje. Melvin's schietdingetje. Melvin's ergens zonder hapje. Melvin's nog eens zonder hapje. Awesome. Oké, jongens. Wij gaan in game mode 0. En dan gaan we kijken of wij dit kunnen gaan doen. Oké, jongens. Ik zit in game mode 0. En wij gaan nu dus kijken tegen wat wij moeten gaan vechten. Wij moeten over de pressure plate lopen of zo. Oh mijn god, joh. Wat is dit de bedoeling? Oh my... Oh shit. Oh kut. Laat ik maar even een oh my god. Holy shit. Ik word hier half doof. Ik word hier echt helemaal doof, joh. Wij moeten dit... Wat is dit? Wat maak ik hier mee, joh? Dit is niet te doen.
We moeten op zoek naar een knop of zo. Oh mijn god, joh. En dit is het domme is ook dat zie. Waarschijnlijk zitten al die dingen vol met. Alsjeblieft. Oh mijn god. Dit is echt het domst wat ik ooit. Oh mijn god. Hehe, zo. Jeetje. Amme hoela. En we moeten hier op zoek naar een button. Oh, ik heb de button gekregen. Oh, wat ben ik een oetlul. Oh mijn godje, oké. Plaats de button daar en we gaan weer in game mode 0. En dan gaan we het nu even proberen te halen. Kijken, kijken, button. Button, ga open. Button, kom op, deur. Deur, ga open. Ja, ja, nee. Kom op, hij moet open de deur. Waar ben ik nu dan? Waar ben ik? Oh, daar is de deur. Oh mijn god, rot toch een eind op. Nee. Hier is niet echt heel slim over nagedacht. Hier is totaal niet over nagedacht. Oh mijn god. Button, 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 button. Kom op, kom op. Kom op. Ja, ja, ja. Open is de deur. Nee, ik ga dood. Ik ga dood. Nee, kom op, Melvin. Jeetje, joh. Wat is dit voor... Ja, de deur is open. Nee, waar is de deur nou? Ik word hier echt helemaal paren van. Ik word er helemaal paren van. Fuck deze shit. Kut deur. Ga kapot. Kut ding. Echt waar. Druk op de knop. Ik ben er klaar mee. Jeetje. Ik werd er helemaal para. Er was niet over nagedacht dat die mobs ook fucking die pressure plates aan konden doen. Alsjeblieft zeg. Oh mijn god, dit is ook alweer het einde. No way. Bedankt voor het spelen van mijn map. Ik hoop dat je de map leuk vond. Deze map is door Henk 14 jaar gemaakt. Oké, dat staat allemaal heel raar. YouTube, Twitter, wil je mij volgen? Vergeet geen cijfer te geven. Doei, doei, doei. Doei, mensen. Oké, Henk. Jouw map was wel de langste tot nu toe. En daarom wil ik hem ook een cijfer geven. Ja, ik ga het ook gewoon een cijfer geven, weet je. Het was tot nu toe de leukste map van deze aflevering. Jouw map krijgt van mij een 11 van de 18 altijd punten. Jawel, ik vind het een leuk mapje. Lekker, wel heel erg kort, maar... Hey, je hebt het overtroffen met wat ik hiervoor heb gehad. En tot nu toe is het eigenlijk echt een zeer matige aflevering. Een hele waarderendvolle aflevering, maar een zeer matige aflevering, ja. Weet je, we gaan nog één mapje doen. Dan gaan we kijken of dat wat is en anders dan hebben we pech gehad, ja. Dus we gaan naar het laatste mapje. En toen stonden wij in de allerlaatste map van deze aflevering. We gaan eens kijken wat hier op de muur staat. Info over mij. Map gemaakt door Thomas Pepping. Mijn lievelingskleur is groen. Mijn lievelingsgetal is 1, 4, 5, 2, 8, 3, 9, 5. Goed onthouden. Kijk voor één ding, belangrijk ding achter deze muur. Regel, spel in peaceful, alles is te doen. Command locks aan, geen parcoursjumps overslaan. Oké, doe ik zeker niet. Sta op de pressplit nadat je alles hebt gelezen. Oké, andere kant. We moesten achter een muur kijken. Wat staat daar? Nee, grapje, mijn lievelingsgetal is 12. Ben ik even blij dat hij mij dat vertelt, anders moest ik zeker serieus het hele getal onthouden. Oké, kijk in de chest, we nemen wel wat melk mee en dan staan we hierop en dan... Wow, storyline. Je bent een smid en je krijgt van alles wat en je hebt een stagiaire, het is een kat. Maar nadat jij hem alles over het vak hebt geleerd, gaat hij vandoor en dat al je ideeën. Jij gaat hem achterna, maar hij maakt het je moeilijk. Je moet nu alles wat je van hem weet tegen hem gaan gebruiken. Maak de juiste keuze en krijg dingen om dit te overleven en je aardsvijand de kat te doden. Dus in eerste instantie was het mijn vriend, die kat, en nu is mijn aardsvijand. Dat is snel gegaan. Ter informatie, de konijnen doen niks, hoop ik voor je. Ha, een parcoursje. Oké, we gaan het eens proberen. Het parcoursje, lekker dan. Dit ziet er al echt heel mooi uit tot nu toe. Ja, ik ben tevreden tot nu toe over dit mappie. Het ziet er leuk, interessant uit. Het is niet moeilijk. Dankjewel. Wat staat hier? Wat is mijn lievelingsgetal? 12 of 1, 4, 9, 5, 9, 2. Zo, dat doe je nog goed voor een oude zak zoals jij. Oude zak! Ik ben bijna 19. Om precies te zijn over 2 dagen. Maar ja, mijn lievelingsgetal is 12. Dat weet ik. Dat had jij namelijk achter de muur gezet. Tip. Kijk naar boven, Dolph. Kies een kleur, groen of blauw. De kat heeft iets verloren. Neem hem mee en doe het in de kist. We krijgen een diamond. Nou, we gaan groen volgen, want het was de lievelingskleur. Serieus, je gaat toch niet zeggen dat dit nu zo'n doolhof is waar we de bovenkant moeten volgen en waardoor we hem in één keer halen. Ik denk dat het één keer... Ja hoor, dat was ook echt gewoon te voorspellen. Tijd voor iets anders, maar wat zal het zijn? Een extreem moeilijke quiz. Hopelijk heb je alles goed over mij onthouden. Oké, we pakken een stick en die doen we ook in de ender chest. Oké, wat staat er? Wat is mijn lievelingskleur? Groen, dat weet ik nog. Wat is mijn Minecraft naam? Tom Pep?
of... Wow! Was het... Deze. Nee! Je hebt het fout. Nu krijg ik meer voorsprong. Groetjes de kat. Nee! Nee, ik... Nee, waarom? Waarom? Nu moet ik echt terug. Wacht even. Oké, we mogen weer de hele quiz opnieuw doen. Maar het is dus Tom met een H. Oké. Welk eiland hoort bij Nederland? Rottumerboog, Rottumerplaat. Nou, die weet ik, Rottumerplaat. Wat kwam er eerder? Kip of ei? Tip, kijk naar de volgorde van de zin. Nou, de kip dus. Wauw. Vooruit, rechts, achteruit, links. Wat? Mijnen. Kijken of je kan mijnen. We zullen zien. Ha, groet. Tel, tip. Je telt de blokken die je weghaakt. Aanwijzing. 9 vooruit, 20 links, 2 achter, 15 rechts. Wat de? Wat? Oké, wat is de bedoeling? Aanwijzingen. 9 vooruit. 8, 9. 9 vooruit, 20 links. 19, 20. Huh? Wat? Doe ik het zo goed? Nee, wacht. Kijken of je kan mijnen. We zullen zien. Mwahaha. Groet de kat. Tip, je telt de blokken die je weghaakt. Oh! Oh, kut. Oh, kut. Ik heb het nu al verkeerd gedaan. Wauw, wat ben ik een kneus. Maar alsnog. Who the fuck? 9 vooruit. Dus 9 vooruit. 1, 2, 3. Wat het? Huh? Oh mijn god! Ik heb het gewoon goed gedaan! Damn, dat was echt heel raar. Ik moest namelijk dus gewoon de volgorde aanhouden wat werd gezegd. Dus ik moest eerst vooruit gaan, hierheen. Toen moest ik links, heb ik een heel dom rondje gemaakt. En toen kwam ik hier. En daar staat hier... Oh! Oh, ik heb het niet meer kunnen lezen. Sorry, maar alsnog, we hebben het wel gehaald. Kan je zonder handschoenen ook goed tegen hitte? We zullen zien. Tijd voor TNT run. Spawnpoint. Oké, jongens, daar gaan we dan. Een dikke TNT run. We gaan hem doen. Kom op, spring en spring. Oh! Ja! Ja, we halen hem! We halen hem! Damn! Wat een mooie sprong. Je bent hittebestendig. Dat weet ik. Verder dan dit kom je niet. Mwahaha, groet de kat. Ik kom wel verder hoor, geloof mij maar. Want nu ben je in een gat terechtgekomen. Kom er maar uit. Via dit extreem moeilijke parcours. Dit is extreem moeilijk parcours, zeg jij mij? Nou jongens, niks is te moeilijk voor mij als het gaat om parcours. Dat is gelogen, want eigenlijk is het wel te moeilijk voor mij. Oh, wat? Nee, nee, dat meen ik niet. Wat? We moeten hier om het hoekje springen en dan moeten we deze halen. Ja, ja, kijk jongens. Dit extreem moeilijke parcours is niet zo extreem moeilijk als wordt gezegd door meneer de kat. Meneer de kat is namelijk gewoon helemaal niet zo moeilijk. Spawnpoint, omdat je me die dingen mooi hebt aangeleerd. Ook al weet ik zeker dat je dat wel gaat doen, maar het heeft toch geen zin. Je mag geen slash kill doen. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde. Het was echt de beste zin ooit, maar ik denk dat hij bedoelde dat ik toch in game mode zit. En dat het geen ene ruk heeft dat hij spawnpoints heeft neergezet. Nou ja, weet je, het kan mij een worst wezen. Game mode en parcours is toch wel de combinatie die je wil als jongen, weet je. Het is gewoon toch wel heel fijn. Maar waar moeten we vanaf de top heen? Moeten we dan hier naar achter en dan staan hier signs. Goed nieuws! Je bent vrij! De kat is door de politie opgepakt. Je kan bij het politiebureau je ideeën terughalen. Volg de glowstone. En trouwens, je moet onderweg een lever vinden. Want de politie moet weg. Want er is een overval gepleegd. Succes en geniet van je pensioen. Waarom een pensioen? Waarom ben ik een oude man? Ik ben helemaal niet oud. Ik vind mijzelf helemaal niet oud. Nee, je moet gewoon genieten van je leven en niet denken dat je oud bent. Dat is toch negatief? Dat is negatief, want je geest blijft altijd ongeveer rond de 30 hangen. Alleen je lichaam veroudert en daarom sterft de mens. Ja, dat is misschien heel filosofisch gezegd. Zo opeens midden in een zondagmiddag aflevering van dit. Maar alsnog, het gaat om het idee. En hier gaat waarschijnlijk de lever in zitten. Jupsakee. Awesome, we hebben dat ding ook al gevonden. Nou, laten we eens kijken wat achter dit deurtje zit. In het politiebureau. Politie! Ik kom naar binnen hoor. Pas op, dit is een overval. Als het lukt. Kom op! Wieuw! Bedankt voor het spelen. Ik hoop dat je het een leuke map vond. En je mag nu even rondvliegen en kijken hoe alles is gemaakt. En vergeet ook niet een cijfer te geven voor mijn map. Map gemaakt door Thomas Pepping. Muur van de beoordeling. Tom, cijfer 10. Hij geeft zijn eigen map een 10. Zombie Destroy, cijfer 10. Hoi. Is het zeker de bedoeling dat ik ook daarmee doe of niet? En eigendom ideeën? Huh? Hebben we hier een boek? Oh, die kunnen we niet eens lezen. Oké, nou, ik ga ook mijn cijfer zetten op een sign. Laten we gewoon meedoen met deze hype of zo, als dit een hype is. Laten we het doen. Just Melvin
Cijfer. Ja, ik moet, Oké, laten we het even op de Altnel manier doen. Hij krijgt maar een 14 van de 18. Jawel. En dan doen wij... Hij was leuk. Ja, we kunnen niet heel meer er neerzetten. Maar ik zal wel even wat meer erover zeggen. Het was de leukste map van deze aflevering. Dus een 14 van de 18. Het was gewoon leuk. Parcours, verhaaltje zat erin. Er zat misschien een paar, ja, kleine foutjes in qua spelling. Maar hé, dat kijken we door de vingers. Ik heb genoten van de map Thomas. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze aflevering. Dus druk op de blauwe duimpje omhoog als jij genoten hebt. Laat een reactie achter hier beneden de comment section. Ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan snel knopje abonneren. Het hier beneden dan ben je altijd op de hoogte van video's. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is doei mensen!